deze keer weer meenemen in een nieuwe plekscherbehandeling. Zoals jullie misschien nog weten van de vorige plekscherbehandeling, het was heel heftig, het was 10 dagen. Maar ik had wel echt heel mooi effect, vond ik zelf dan. Ik heb mijn oogleden laten plekseren. En daardoor kreeg ik gewoon echt een enorm mooi liftend effect in mijn oogleden. Waardoor ik er minder vermoeid uitzie. Niet meer dat velletje hier heb hangen over mijn ooglid. Maar het is ook niet zo dat ik ineens een enorm strak getrokken hoofd heb. Dus ik ben er ontzettend blij mee. En daarom heb ik besloten om ook de onderkant van mijn ogen te gaan plekseren. Want ook daar zat een soort streep waar ik me erg aan irriteerde. En ik vond het gewoon... wel, ja, als dat nou kan. Als je nou echt een nieuw huidje kan krijgen. En je hoeft niet daarvoor onder het mes. Je hoeft geen botox in, of fillers in te spuiten. Het is gewoon echt een nieuwe huid die tevoorschijn komt. Ja, why not, toch? Nou, ik ga jullie weer meenemen in hoe de behandeling ging. En wat ik ervan vond. En natuurlijk hoe het herstel was. Dus kijk lekker mee en neem ik jullie mee in een week terug. Yay, daar gaan we weer. We zijn er weer. We gaan daarvoor. Voor zo'n gezicht. En weg met die kreukel hier. Help. Nou, je ziet het hier dus echt heel duidelijk. Je ziet hier alles heel duidelijk. Trouwens, ik ben ook gewoon opgemaakt nu. Kan je nagaan. Maar hier. Er valt dus op een of andere manier. Hier valt hij mee. Een soort... deuk valt er in mijn gezicht. En dat heb ik sinds ik zoveel ben afgevallen. En daar heb ik al een keer fillers voor laten doen. Maar ja, om daar nou nu nog meer fillers bij te spuiten, nee. No. Babak, die zegt dus dat ik dat kan gaan verhelpen door hier plekser uit te voeren. En dat het daardoor wat strakker wordt hier. Ik ga snel weg uit het licht. Ja. Kan ik nog wel terugrijden? Nee. Vraag ik ook lekker op tijd. Goedemorgen op deze dag 1 na het slapen. Ik moet zeggen, het is heftig, tuurlijk. Maar het valt me eigenlijk nog mee. Want de zwelling is nog niet zo erg. En die zou ook iets minder worden, dus misschien wordt die ook niet zo erg. Dus ik heb net Dexie uitgelaten met zonnebril. Beetje raar als het heel grauw is. En toen realiseerde ik me ook nog dat het regende. Dus toen heb ik zo Dexie uitgelaten. Maar goed, any moment from now kan Bart thuiskomen, dus kan hij dat lekker doen. Hallo en een goede dag. Mijn dag is niet zo goed. Het is dag 2 en ik weet nog dat ik gisteren zei, het is dit keer volgens mij echt een stuk minder erg. Nou, zoals je ziet, dat is het dus niet. Het is echt, ja... Ik probeer gewoon de hele dag niet eraan te denken. Maar dat gaat heel moeilijk, want het irriteert heel erg bij mijn ogen. En ik voel heel erg druk. En ja, ik durf niemand onder ogen te komen. Gelukkig heb ik alles zo gepland dat de enige die ik onder ogen hoef te komen, dat is mijn dochter en mijn vriend. Maar zoals dat vind ik niet echt leuk. En de rest van de update komt morgen weer. Ik heb ook heel verrot geslapen. Hallo, het is vandaag woensdag. En het is dus dag 3. En de zwelling is zoals je ziet al een stuk minder. Veel sneller gaat het dus wel. Had ik niet verwacht gisteren. Maar gaat het dus wel dan de bovenkant. Want daar duurde de zwelling echt langer voordat hij afzakte. Gisteren was het zo erg...
Ik zei ook al tegen Bart, je ziet heel mijn neus bijna niet meer. Ik had echt mini neusje, omdat het hier zo dik was. Maar ik zat er wel echt even doorheen hoor. Gisteravond met het eten deed het ook heel erg, nou ja, pijn. Het trok gewoon heel erg. En die plekken die gisteren heel erg trokken, die zijn nu ook allemaal korstig geworden. En ja, ik kan nu zelfs gewoon aanraken zonder dat het pijn doet. Dus dat is echt een stuk beter. Dus ik zie er natuurlijk niet uit. En ik heb Jola met een grote zonnebril naar school gebracht en snel de auto uitgezet. Maar voor de rest vind ik het allemaal best oké. En het zijn ook veel minder dikke korsten dan met de bovenkant. Toen was het echt zo'n hele harde, dikke korst. Maar nu niet. Ik heb ook helemaal niks opgesmeerd. En ik denk dat het toch beter is om helemaal niks op te smeren. Gisteravond wilde ik eigenlijk weer iets met zink opsmeren. Om het een beetje uit te drogen. En ook om misschien het vocht wat meer uit mijn gezicht te trekken. Maar toen zei Bart ook van nee, de reden dat je gezicht zo opzwelt, dat heeft een reden. Er zit vocht onder. En dat heeft je huid juist nodig om te herstellen. Dus laat het gewoon zo. En ja. Dus ik heb gewoon helemaal niks opgesmeerd. En de korsten die zijn gewoon hartstikke flinterdun. Dus ik denk dat die gewoon veel sneller eraf zullen komen dan die dikke korst van de vorige keer. Hallo, vandaag zijn we weer een dagje verder. En het gaat hartstikke goed hoor. Ik kan alleen nog steeds de deur niet uit, want ik denk dat mensen dat toch een beetje raar vinden. Hallo, het is vandaag vrijdag en ik ben er echt wel weer hartstikke klaar mee. Maar goed, het ziet er wel goed uit. Ik heb echt enorm zin om het eraf te halen. Ik zit ook de hele tijd aan te frunniken, maar ik mag het niet doen. Het moet er echt vanzelf afkomen. Hier ging een stukje af net. Dus, ja, het is nog steeds even afwachten. Het voelt wel echt heerlijk als een nieuw huidje, maar ik ga er nu echt niet meer aankomen. Het is nog wel erg rood. Volgende ochtend. Lekker. Bijna alles is eraf. Het is inmiddels avond. Ik heb gedoucht. Ik heb mijn haar gewassen. Dat was echt heerlijk. En ik heb dus een beetje die crème met tintje erop gedaan. En ik vind dat ik best naar de bioscoop kan. I'm so happy! Want het voelt zo lekker strak. En vooral nieuw. Nou, en daar ben ik dan weer even lekker opgemaakt. Precies een week verder, dus het viel echt hartstikke mee dit keer. Zoals ik al meerdere keren in de vlog heb verteld. Ik ben er echt super blij mee. Het is heerlijk om me weer op te maken. Want het is gewoon veel lekkerder om jezelf op te maken. Als dat ook echt lekker voelt. Als het gewoon een beetje strakker is. En niet dat je gewoon van alles aan het opsmeren bent. En dat je denkt van ja, wat ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ik maak het alleen maar erger. Dus dat is echt heerlijk. Ik ben er echt super blij mee. Plexer vind ik echt een mega goede uitvinding. Conclusie is wel, je moet er wel wat voor over hebben qua hersteltijd. Vorige keer met de oogleden was het natuurlijk echt bizar. Was 10 dagen. En dit keer was ik wel met 5 dagen ongeveer overal van af. Dus dan kon ik gewoon weer de deur uit en kon ik gewoon weer sporten. Dus ik vond deze keer vond ik echt heel goed te doen. En heel erg waard. Want je spuit niks in je huid. Er wordt geen botox of dingen gebruikt.
Je maakt echt een nieuwe huid aan. Je maakt dus ook nieuw collageen aan in je huid. En dat voelt ook zo. Het voelt echt alsof er een nieuw huidje is geboren. En dat is gewoon een heerlijk gevoel. En het is ook niet zo dat het meteen enorm lift. Dus dat ik meteen zo'n hoofd heb. Nee, ik vind het echt, echt een heerlijk gevoel. Een goede uitkomst. En die paar dagen, die heb ik er wel voor over. Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar ja, ik had het er zeker voor over. Heb je nou ook nog vragen over deze behandeling? Stel ze dan gerust even in de reactie hieronder. Wil je op de hoogte blijven van mijn andere video's? Abonneer je dan eventjes hier. En geef een duimpje als je de video leuk vond. En tot de volgende keer maar weer. Doei!